officiële moment nog even bij jou komen staan. Ja, leuk hoor. Nou, mooi hoor. Mooi! Om die vanaf ons te gaan doen. Met een bankje. Bankje staat iets verderop. Op dit moment wordt het gebruikt door een van de geiten. Twee geiten. Nou, dat is mooi. Daar mag iedereen bij gaan zitten. En ik hoop dat op dat bankje heel veel mensen even tot rust kunnen komen. Even een moment aan Mientje kunnen denken. En genieten van de omgeving, de geitjes, de bokken, de kinderen hier. En de parasols zijn vooral voor de cliënten hier van de Stadsboerderij. Ik zit bij de Suroptimisten in Almelo. En Mientje Verwij was een van onze leden. En zij is in februari 2017 op 93-jarige leeftijd overleden. En zij had in haar erfenis, in haar testament staan, dat ze een aantal stichtingen geld gaf. Waaronder de stichting Suroptimisten Almelo. En in haar gedachtegoed hebben we geprobeerd iets te goeds te kopen. En daar waar ze in Almelo wat aan hebben. En dat is een bankje geworden bij het Beekluspark voor heel Almelo eigenlijk. En twee mooie grote parasols voor de cliënten van het de kinderboerderij het Beeklust. Suroptimisten is een internationale vereniging van een soort serviceclub voor vrouwen. Heel lang geleden is het ontstaan doordat iemand in Amerika bij de Rotary wilde. En dat mocht ze niet, omdat ze een vrouw was. En toen zei ze, dan richt ik zelf een club op. En we komen één keer in de maand bij elkaar. En vrouwen met een beroep en allemaal verschillende beroepen. Dus het is de bedoeling dat er van elk beroep iemand bij de club zit. En we proberen vooral vrouwen en kinderen te helpen en te ondersteunen. Suroptimisten, wij zijn heel blij dat we een heel mooi project hebben gevonden en dat daar iedereen blij mee is en daar wat aan heeft. En even een rustig moment aan Mientje Verwij kan besteden. Zij kwam hier zelf ook heel vaak met de Suroptimisten. Hebben we hier ook al veel geholpen en gewerkt. En we hebben op een gegeven moment geld gegeven voor een ponycar. Dus het past allemaal heel mooi in elkaar.